I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen, tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en deze dondersteen Jesse Silver. Die kan gewoon met zijn loopkarretje lopen. En hij is zo trots als hij dat doet. Oh, dat smelt echt je hart gewoon van de koffie. Hi, kom eens naar mama toe. Kom eens naar mama toe. Hi, kan je zo goed lopen? Oh, oh. Au. 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 Goed hoor, schat. Oh, mama is trots op jou. Vond je leuk? En nog weer een pakketje voor ons klaar. En ik weet echt niet meer wat. Nou heb ik wel laatst iets besteld. En dat kwam volgens mij in twee delen. Dus ik gok dat dat het is. En anders zou ik het echt niet meer weten. Dan hebben we natuurlijk in de vorige vlog ook al kleding laten zien. Maar ja, we zijn nog niet klaar. Sorry. Ik heb trouwens nog verteld dat je bent opgelicht. Oh ja. Ik weet niet of jullie nog de kerstvlog herinneren. En daar vertelde ik dus dat ik nog iets gaafs had besteld voor Sergio. Maar uiteindelijk bleek dat toch een website te zijn. Dus ik ben gewoon opgelicht, jongens. Dus gelukkig had ik mijn PayPal betaald. Waardoor je dus gewoon je geld terug kan storten. Dat was echt een gelukje. Want normaal gesproken doe ik dat eigenlijk niet. En bij deze dus wel. Ik hoefde alleen maar mijn reden op te geven. Namelijk dat ik het dus niet had ontvangen. Dus eind goed, al goed. Behalve dan dat de jas die ik had besteld voor Sergio was toch wel echt heel tof. En die heeft u nu dus helaas niet. We gaan door naar het volgende pakketje. Het is inderdaad het eerste deel van het pakket die ik had besteld. Namelijk een trui met allemaal verschillende kleuren. En schoenen. Dit is de ene kant. Denk je, nou, saai. Misschien. En dan draai je hem om. En dan krijg je ineens oranje met geel. Nou, dat is lachen. Tadaa. Lekker zo'n slobbertrui. Gewoon relaxed. Niet te strak. Volgens mij kan ik hem ook omdraaien, dat als ik dan zin heb in een oranje voorkant, dan doe ik dat gewoon. En nog schoenen. Dat is altijd lastig met één hand openmaken. Oeh, we zeiden het al in de vorige vlog. Zou roze mijn lievelingskleur zijn? Awesome! Die zouden echt super vet staan onder die catsuit. Die heeft deze kleur. I like it. Mojo, like jij het ook? Like jij het ook? Ik ben weer happy. Hopelijk komt mijn andere deel van mijn pakketje ook snel. Dan kan ik die ook nog even laten zien. Nou, we hebben het erover. En die komt Sergio tegen tijdens het uitlaten. DHL. Met de rest van het pakketje. Dus we gaan nog even verder met het unboxen van de rest van de kleding. Heftig kleurtje. Nice. Appeltjes groen. Kolletje. Ook lekker. Want ik vind het nog steeds.
Lekker biertenvelletje. Altijd lekker. En hij is zacht, maar ook dus echt heel zacht van binnen gewoon. Heerlijk. Hoe zacht vind je mij, poepie? Als een knuffeltje. Een lekker kleine beertje. Funny and sunny. Nice. En cute. Hij is misschien ietsje te groot. Maar hij is ook wel bedoeld om een beetje zo lekker baggy te hangen. En hij is heel kort. Ik vind hem schattig. Wat vind jij, poepie? Leuk. Ja, poepie. Ik hou er wel van. Ja, toch? Ja. En nog schattige oorbelletjes. En het oorbelletje in het oor. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, want ik kan jullie niet nog goed zien. Maar dit is het. Ik vind hem heel leuk en apart. En nu heb ik toevallig ook nog gisteren een hele rits aan oorbelletjes gekocht. Waar ik heel benieuwd naar ben. Die zijn van By Nook. En die passen er mooi bij, denk ik. Spannend! En de kleding was allemaal van Shine. S-H-E-I-N. Een hele goede avond. We lopen gezellig naar een restaurantje. We gaan lekker uit eten met de crew van de Peter van de Hurk shows. Yes. En dat zou best wel eens een van onze mensen kunnen zijn geweest. Ja. Er stopte een auto voor ons. Die denkt, what the fuck is dit? Oké, we moeten even stoppen voor die auto. Het regent, dat is niet fijn. Maar het stroomt verkouden, dus ik hoop dat ik wat proef. Oh ja. En ook de eerste keer uit eten, terwijl we vegetarisch zijn geworden, dus dat wordt ook nog wat. Maar Italiaanse keuken moet genoeg alternatief hebben, dus ik ben benieuwd. Ja. En wordt zo gezellig, denk ik. Ja. Toch? Iedereen ontmoeten. Ah ja, leuk. Leuk. Dus we gaan naar Palermo. Lekker. Gingen we maar echt naar Palermo. Ja, een klein gezelschap compleet. Smaakt het allemaal? Heerlijk. Jessie is ook maar. We willen een verhuur. Piep. Piep. Ja. Ja, een grote zin. Ja. Regent het? Wordt hard rennen dan. Hij is wel klaar nu, hè? Nee, ik heb het lang vroeg gehouden. Is het meegenomen? Ja, al 9. Een lekker bakje koffie. Zit hiervoor. Zo, ik ben een beste kijkers van een YouTube-kanaal. We zijn hier bij de Italiaan aan het eten met mijn hele crew. Want we gaan natuurlijk hele leuke dingen doen. Er komt een YouTube-kanaal waar we een soort zesde zintuig gaan maken. Waar ik ook mijn medewerkers allemaal voorstel, die allemaal door mij zijn opgeleid om ook heel veel kunnen. Aanstaande zondag heb ik een try-out in Pavarotti in Delft. Dan is het de 12e. Dus ik zie jullie graag in een hele belangrijke nieuwe show. Wat ga ik daar doen? Ik doe mensen. En dan zeg ik bijvoorbeeld, uw man was heel groot fan van Frank Sinatra. Dan zeg ik, was hij soms gek op het liedje My Way? En dan laat ik het nu nog één keer live voor u zingen met Ramon Bezen. Het is in het oude station bij Zelf, dus heel makkelijk vervoer. Je krijgt hapjes en een paar drankjes zitten erbij. Het is niet eens zo duur en je bent een hele middag onder de pauw. Dus kijk naar mijn YouTube kanaal. Kijk naar wat er allemaal komen gaat. Tot zondag! Ik ga nou weer naar binnen, want we zitten hier met z'n gezellig alle hele team te eten. Dag!